deurring vervangen is een lastig kwijt bij de Anima. Je kan het volgende doen. De deur ga je los door middel van de vleugelmoeren los te draaien. De twee witte ringen die worden vervangen. De deurplaat haal je eruit. De deurring haal je er vanaf. Niet vergeten om de twee zwarte ringen die hier aan de onderzijde van de plaat zitten, om die ook te verwijderen. Dat gaat het makkelijkste met een tandhaakje of een scalerhaakje. Als u die vervangen heeft, die zitten in de set van de nieuwe deurring. Die krijgt u aangeleverd met een nieuwe deurring en twee witte ringen en twee zwarte ringen. De nieuwe deurring die plaatst u op deze manier terug. Mooi rondom de opzit, dat de geribbelde kant naar de ketel toe wijst. Terugplaatsen gaat als volgt. Druk voorzichtig de zijranden erin. Het is een lastig rijtje, zeker op het moment dat het allemaal wat strakker zit. Probeer het te doen bij een koude ketel, zodat de deurplaat weer geplaatst is. Controleer even dat hij mooi gelijkmatig rondloopt. De twee witte ringen plaatst u weer op deze manier. De vleugelmoeren draait u weer vast. Handvast, niet met gereedschap of dergelijke. En u controleert of dat de deurring mooi gelijkmatig vast zit. Dan heeft u de deurring vervangen en kunt u de autoclaaf weer gebruiken.